Welkom op een nieuwe uitzending van Beginnen met Erfgoed op. Ik was hier live. Mijn naam is Lodewijk de Leu. Waarom zijn er zo weinig vinkeniers? Volgens Jaak de Kweker is de oorzaak financieel. Het is te duur. Wie wil beginnen in de vinkensport moet flink wat geld neertellen voor een goede vink. En er is meer. Als je de sport ernstig neemt en je speelt verschillende dagen in de week, dan moet je al snel een zestal vinken hebben om te kunnen afwisselen. En dat telt snel op. Ik ben de kweker Jacques uit Vlamertingen. Ik ben begonnen aan mijn 19 jaar met vinken zetten. Ja, in het begin, de vogels hadden geen zoveel liedjes. Maar nu ja, het is al 750. Maar voor jonge beginners is dat niet meer mogelijk. De vinken kosten te veel geld. Dus dat schommelt, ja. Een gewone vink, €250, dat is al een redelijke som voor jonge beginners. Dus het is dat, dan er zo weinig liefhebbers zijn en de jonge gasten kunnen niet meer beginnen. Het kost te veel geld. Dus, hè. Vroeger, in het begin, mocht men nog vogels vangen. Dus als je een tiental vogels vangde vroeger, had je geluk als je er kon 5 verleren. Met hoedzang. Maar nu, dat is niet meer mogelijk. Ze moeten nu gekweekt worden. Dus het is dat. Dat het zoveel nu geld kost voor een vink. Dus ja, jonge beginners. Ja, die zien het niet meer zitten. Nu moeten we geen vink hebben. We moeten er 6-7 hebben. Want ja, 3 dagen na elkaar, dat gaat niet hè, met dezelfde vink. Je moet er verschillende hebben. Dat ik wil zeggen, vandaag de deze, morgen de deen en overmorgen de andere. Hè. Want alle dagen dezelfde vink zetten, dat gaat niet. Dat kan niet. Of je moet al een hele goede net, maar normaal doen we dat niet. Nee. Thuis moet je hem luisteren, dat is een goede, dat is de ene minder. Dat duurt niet lang tegen dat je het weet. Hè. Als die een is die maar twee liedjes in 1 minuut fluit, dan is dat niks. Hè. Die moet er 6, 7, 9, 10 in een minuut doen. Hè. Dan kan je zeggen, dat is een goede. Maar als hij in de reken komt, dan moet hij nog wel eens fluiten. Hè? Want je kunt je net thuis die heel goed fluit, maar je neemt hem mee en die heeft geen nodig. Hè? Die zingt niet. Hè? Dat is juist, hè? Ja, dat is. Ja. Het gebeurt veel. Hè? Ja, je moet hem in de auto rondrijden. En ja, ze moeten nog gewend komen, ook, hè. Ja. Ja. Dus thuis moet je ze een beetje trachten te trainen. Hè, ja. En 's morgens een keer buiten zetten. Als je er 5 of 10 hebt, zet ze in een rij thuis. En je gaat trekt over een buffer dat de beste is. Er zijn er veel die beginnen met kweken, maar ja, na 2 jaar is het teleurgesteld. Weinig jongen. Het is zeer moeilijk. Je moet de juiste koppels hebben. Als je de juiste koppels niet hebt, dan is het een fiasco. Het is niet, hoe zou ik dat zeggen? Dat zijn geen Canaries dat je kweekt. Dus vinken zijn veel moeilijker. Het zetten, het begin van het zetten. De ene wacht 10 minuten voor in te zetten.
De ander zet, als hij toekomt, 10 minuten van tevoren, zet hij zijn vink op de grond. Je moet een beetje zelf je vinken ondervinden. Hè. Anders, ja. De ene begint vroeger, als je hem neerzet, als je een goede vink hebt, als je hem neerzet, die begint te fluiten. Er zijn er ook die 10 minuten van tevoren moeten ingezet zijn. Dus ja, dat is een beetje de kennis. Hè. Maar ja, ieder liefhebber kent zijn eigen vogels. Hè. Dat is een beetje een probleem. Jonge vogels dat je nog niet te veel gezet hebt, ja, je moet dat ondervinden. Wanneer dat je hem moet inzetten. Hè. Dat is de kunst een beetje, ja. Vroeger waren er ja, 60, 70 vogels. Maar ja, 10 jaar later waren er maar 50. 10 jaar nog later, ja, 45. En nu, als u ja, 35 vogels hebt, dan mag je content zijn. Ja. Dat vermindert van jaar tot jaar. Ja, hoe dat komt. De prijs van de vogels, hè. Ja. Dat is het probleem, hè. En ze moeten wel allemaal gekweekt worden, hè. Al diegenen die je kweekt, zijn geen woede, hè. Zijn nog niet die fluiten, maar ja. De een 200, de ander maar 150. Hier en daar. Een uitblinker van 400, ja. Als je net van 400, dat is al ja, redelijk. Ja, oger, ja, dat zijn uitzonderingen. Vandaag is mijn vogel nu ja, 660, maar die heeft dit jaar 850 gedaan. Dus hoe later in het jaar, hoe minder dat ze nog zingen. Hè. Ze blijven die 850 niet doen. Hè. Dat is het probleem. Hè. Ja, 660, dat is al een mooi bedrag. Een mooi getal, hè. Ja. Dus je ziet, er waren er nog van 626, 606 en 31, ja. Dus, ja, dat zijn de uitblinkers, hè. Ja. Maar we spelen ook met drie. Dat is met drie lokalen. Dus West-Otter, Poperingen en Proven. Dus dat zijn er drie die in het gewest zijn hier. In West-Otter, Poperingen en Proven. Ja. Dus de ene dag is het hier in West-Otter. De andere dag is het in Poperingen of in Proven. Dus ja. Ja, voor mij, dat is een keer, ja, weg zijn, hè. Dat is plezier, ja. Ja, dat zetten, ja, als hij veel fluit, ja, het is ook beter, ja, voor mij, hè. Als hij wild fluit, hè. Er zijn dagen dat hij ook geen nodig had, hè. Dat je maar 200 had, hè. Ja, ja. Dat is niet elke keer 700, 800 of 600. Dat gebeurt ook dat hij maar 250 had. Hè. Als hij niet wil fluiten, dan is het, ja. Wij gaan samen, ik en mijn vrouw gaan samen naar de zetting. Dus ja, we zijn dat nu gewoon. Ja, het is al zoveel jaren. Ja, plezier, ja. Maar je komt... Je komt de keer een en ander negen, dat je kent van vroeger. Maar ja, dat is het plezantste. Ja.